De Friese acteur Renze Westra is overleden. Westra speelde in meer dan 80 stukken van het Friese beroepstheatergezelschap Triater. Daarnaast was hij vanaf 1985 in verschillende Friestalige speelfilms te zien, waaronder De Gouden Swiepe en De Voeken. Voor zijn rol in deze laatste film werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie Beste Acteur. Op televisie was Westra te zien in soapseries als Goudkust en Westenwind. Ook werd hij bekend door zijn hoofdrol in de Friestalige sitcom Baas Boppenbaas, die van 2001 tot 2005 bij Omroep Friesland te zien was. Westra speelde veldwachter Zwart in twee verfilmingen van de jeugdboekenreeks De Chameleon, die geregisseerd werd door de Friese regisseur Stefan de Jong. 2 maart overleed Renze Westra. Waar was u toen u het nieuws hoorde? Ik was hier. Ik was thuis. Ik was de dag ervoor, 's nachts, nog bij hem geweest. De hele dag was ik gebleven en 's avonds met de familie overlegd dat er sowieso 1 bij hem zou blijven slapen. Toen is de dochter gebleven. Toen ben ik naar huis gegaan. De volgende ochtend belde ze me op dat hij was overleden. Wat was het grootste talent eigenlijk van Renze Westra in uw ogen? Nou ja, Renze werd eigenlijk met de beste acteurs van Nederland, vond ik, van zijn generatie. Ik heb bijvoorbeeld een scènetje met hem gedraaid in Finland tijdens de helft van 63. Toen had hij een scènetje met Pierre Bokma. En toen zag ik ook binnen een paar minuten, zeg maar, dat contact tussen twee topacteurs, zeg maar, die elkaar helemaal niet kennen, dat die elkaar heel goed snappen. En er was gelijk ook over en weer veel respect. Dus ik denk dat Renze ook een beetje onderschat is in de rest van Nederland, zeg maar, qua talent. Want Renze Westra heeft in veel van uw films gespeeld. Welke rol is u het meest bijgebleven? Nou, hij zegt zelf dat De Voeken de kroon op het werk is geweest. Ik heb het er een paar weken geleden nog met hem over gehad. Ik zeg maar, Renze, wat wie het mooiste was die heeft. In die carrière, en toen zei hij De Voeken. Dus dat was voor hem het hoogtepunt. In 13 dagen hebben we die film gedraaid. En toen was hij ook in een bloedvorm, hoor. Toen speelde hij de pannen van het dak. Heel veel takes, alles in 1 keer erop. Heel bijzonder, heel bijzonder. Mensen herkennen natuurlijk ook van Potvian Hinnekont, een soort krachtterm die veel is gebruikt. Heeft u die bedacht eigenlijk? Ja, die komt uit mijn koker. De grote jong. Potvian Hinnekont. Maar ja, dan moet het nog wel even goed gebracht worden natuurlijk. Je bedoelt de Chameleonfilms, ja, Potvian Hinnekont. Ja, daar is hij ook vaak mee gepest. Lastig gevallen. Ja. Vond het erg eigenlijk? Nee, dat vindt hij helemaal niet erg. Nee, dat vond ik wel prima. Daar kon hij ook van genieten, hoor. Ja. En wat is eigenlijk uw allermooiste herinnering aan Renze Westra als u hem zo schetst over, want u kent hem meer dan 20 jaar? Ja, Renze is voor mij, buiten dat het natuurlijk werkgerelateerd is, is het natuurlijk een van mijn beste vrienden geworden. Dus ik ben een maatje kwijt.